We gaan nu gegevens op ons rekenblad toevoegen, omdat dat namelijk de bedoeling is. We gaan gegevens toevoegen, we gaan er formules en functies op toepassen en we gaan die vervolgens grafisch gaan voorstellen. Dus hoe doen we dat? Dat kan op twee manieren. We kunnen een cel selecteren om te even de welke, G11, en we tikken een waarde in, bijvoorbeeld 30. Als we een andere cel selecteren, kunnen we ook gegevens invoeren door dat in het invoervak te doen in de formulebalk. Dan klik ik hier op de formulebalk en dan geef ik hier een woord in bijvoorbeeld. Nu, het eerste dat opvalt bij deze twee gegevens, het ene is een nummer, het andere is tekst, dat is dat een rekenblad de nummers rechts gaat uitlijnen en de tekst links gaat uitlijnen, afhankelijk van hoe dat de gegevens zullen herkend worden. Een rekenbladprogramma herkent de gegevens die je invoert en gaat die bij gevolg zelf gaan opmaken. Ondertussen hier is de uitlijning ook al automatisch gebeurd. Niet alleen bij getallen en tekst, maar ook bijvoorbeeld bij datums. Schrijf ik hier 1 september 2012 in en duw ik op enter, dan herkent het rekenbladprogramma die invoer als een datum en gaat het die bij gevolg gaan opmaken zoals die dat zelf intern gedaan heeft. Bij uw landsinstellingen kan je zelf gaan bepalen hoe je datums op je computer worden opgeslagen en OpenOffice zal standaard die instellingen overnemen. Nu, je kan die natuurlijk zelf gaan aanpassen via celopmaak en dat doe je door rechtermuisknop in te geven en dan kies je in het snelmenu voor cellen opmaken. In dit geval hebben we hier al een heleboel die we terugkennen van bijvoorbeeld een OpenOffice Writer met de randen, de uitlijning, de achtergrond die je kan gaan selecteren van een cel. Maar je kan ook de categorie van gegeven gaan selecteren van het gegeven dat ingegeven is. Nu, dit herkent OpenOffice Calc als een datum, dus de categorie datum is hier geselecteerd. Je ziet hier dat je ook een aantal andere categorieën hebt. Tekst, breuken, wetenschappelijk, met de E-notatie, tijd zit er ook tussen, hoe wil je precies je tijdsnotatie gaan klikken, percentage, valuta, altijd als we over geldzaken bezig zijn, enzovoort enzovoort. Nu, we hebben het nu over een datumnotatie, en dan kan men daar een datumnotatie uit kiezen. Bijvoorbeeld vierde kwartaal 99, ik kan daarop klikken, en als ik op oké klik, dan wordt dat aangepast. Nu, op dit moment krijg ik 4 hekjes. Dat is niet zo erg, dat wil gewoon zeggen dat de inhoud van de cel te groot is voor de breedte van de cel. De cel gaan we verbreden door op de celrand, de kolomrand, te klikken tussen de kolomletters. We vergroten die eventjes en dan zie je daar derde kwartaal 12. We kunnen die nog eens gaan aanpassen, rechtsklikken, cellen opmaken. En dan kies ik bijvoorbeeld nu voor de lange datumnotatie. Helemaal met dag, datum, voluit maand en voluit jaar. Klik ik op oké. Dan krijg ik opnieuw die drie hekjes. Opnieuw is mijn cel te klein. Ik ga mijn kolomrand iets breder maken. Zo, zaterdag 1 september 2012, voluit geschreven. Nu merk op, wat ik hier in mijn cel heb staan en wat er in het invoervak staat, is verschillend. De computer gaat altijd intern die datum gaan bijhouden als volgt, die datumnotatie, maar wat toont hij in de cel? Zaterdag 1 september 2012. Hij gaat die cel dus gaan opmaken, zodanig dat die gebruiker een andere soort gegevens ziet dan wat de computer effectief opslaat. Hetzelfde gebeurt met andere dingen. Bijvoorbeeld, stel dat ik in euro wil werken, hebben we daar straks gezegd dat dat de categorie valuta is. Ik ga bijvoorbeeld 20 gaan ingeven. Ik ga mijn cel gaan selecteren en ik kies cellen opmaken. Ik heb nu geldzaken. Ik heb dus de categorie valuta nodig en nu kies ik hier de valuta die ik ga nodig hebben. Werk je met een andere landsdeel, heb je natuurlijk ook een andere valuta teken. In dit geval, wij hebben euro, maar niks belet je natuurlijk om een Amerikaanse dollar of een Australische dollar of zo enzovoort te gaan kiezen. Ook de Engelse pond zit ertussen, dus die kan je daar gaan kiezen. Nu, we zitten in België, Nederlands gedeelte van België, dus wij werken ofwel met euro's, oftewel euro voluit, ofwel nog met Belgische franken in dat geval, hè. Oftewel nog in florijnen of in Nederlandse gulden. Dus die tekens zitten tot uw beschikking. Je kan dan zelf een opmaak kiezen, een aantal decimalen. In dit geval wil dat zeggen dat negatieve getallen in het rood worden geschreven, dus dat kan perfect.
Dus we gaan hier bijvoorbeeld eentje selecteren en je ziet ook direct het voorbeeld van uw cel nadat de opmaak wordt toegepast. In dit geval 20,00 euro. Klik ik op OK, dan wordt die cel aangepast, maar opnieuw intern in de invoervak staat nog altijd 20. Hij houdt dus niet 20 euro bij, maar hij houdt 20 bij en ik ga daar automatisch de euroteken gaan toevoegen. Die opmaakmogelijkheden kunnen we ook gaan toepassen aan de hand van deze knopjes. Ik ga hier bijvoorbeeld 0,50 ingeven. Zo. En die verschillende opmaakmogelijkheden kan ik hier aan de hand van deze knopjes in mijn knoppenwerkbalk heel snel gaan toepassen. Ik kan direct daar een getalnotatie valuta van maken en dan maakt hij mij, net zoals in cel F3, een valuta, 20,00 euro. In dit geval 0,50 euro, 2 decimaal euroteken. Stel dat ik daar een percentage wil, dan kan ik daar getalnotatie procent gaan toevoegen en dan maakt hij van 0,50 50%. Logisch, 50% dat is 50 gedeeld door 100 en dat is 0,5. Dat is 50,00%. Verder kan je ook terugkeren naar een standaardnotatie, standaard getalnotatie zoals die is ingesteld in de instelling, in de celopmaak. Dan klik je daarop en dan kom ik terug op 0,5. Je kan ook decimalen gaan toevoegen door dit knopje in te geven en je kan tenslotte weer decimalen gaan verwijderen door dit knopje in te geven. Dus als volgt kan je perfect je cellen gaan opmaken zoals jij dat wenst. Een rekenblad is ook heel interessant omdat je cellen automatisch kunt laten opvullen. Ik ga in cel B5 de tekst CD ingeven. Ik ga die cel opnieuw selecteren en dan merk je als je een cel selecteert dat er daar een heel klein zwart blokje rechts onderaan de cel zit. Dat noemen we de vulgreep. Nu, als we die vulgreep gaan met onze muis over gaan staan, dan verandert onze cursor van een pijltje naar een kruisje. Dat kruisje kunnen we klikken en dan versleep je die naar beneden. Zolang dat je dat wilt. En wat doet hij dan? Wel, hij kopieert die celinhoud automatisch naar de andere cellen binnen dat bereik. Dat kan zowel verticaal als horizontaal. Je kan dus zo heel snel een bepaalde standaardwaarde in een cel gaan opvullen. Heel leuk is ook dat dat met een aantal andere woorden ook kan. Ik kan bijvoorbeeld een cel I3 maandag ingeven. En als ik die cel selecteer en dan mijn muisaanwijzer over de vulgreep laat staan en ik ga die doortrekken naar beneden, dan zie je dat de weekdagen automatisch worden aangevuld. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag enzovoort. Ook een verkorte dagnotatie gaat ook als ik hier MA ingeef van afkorting van maandag en ik ga dat doortrekken. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag enzovoort. Telkens weer 2 letters. Het rekenblad herkent dat als een dag van de maand en gaat dat bijgevolg ook zo gaan doortrekken. Ook met de maanden lukt dat. Als ik in een cel januari ingeef en ik ga dat doortrekken, dan gaat hij ook dat herkennen als een maand van het jaar en gaat hij bijgevolg de rest van de maanden ook gaan aanvullen. Je hoeft dus niet meer al die maanden zelf te gaan ingeven als je daar een reeks van wilt maken. Ook bijvoorbeeld de tekst als artikel 1 kan je zo ingeven en als je dat dan doortrekt, dan maakt het daar artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort van. Ook een omgekeerde reeks nog gaat natuurlijk als ik van artikel 1 in plaats van naar beneden door te trekken, als ik dat naar boven doortrek, dan zie je dat hij daar artikel 0, min 1, min 2, min 3 enzovoort van maakt. Dat gaat dus, dat doortrekken gaat in alle richtingen. Ook reeksen met meerdere cellen zijn mogelijk. Als ik hier in een cel 1 geef en in de onderste cel 5, ik ga nu beide cellen gaan selecteren en ik ga beide cellen gaan doortrekken door die onderste vulgreep te gaan aanklikken en te gaan verslepen. Dan gaat hij automatisch het verschil tussen 1 en 5 gaan berekenen. Hij weet dat dat 4 is, dus mijn volgende is 9, 13, 17, 21 enzovoort. Dus dat kan je terug door blijven slepen. Hij herkent dus die reeks als een wiskundige reeks en hij gaat die gaan doortrekken. Heel interessant, heel handig om deze dingen te gaan doen. Daarstraks hebben we het ook eventjes gehad over de breedte van een kolom. Als die kolom te klein is voor de gegeven die erin staat, dan worden die gegevens voorgesteld als 3 hekjes. Dus je kan die kolom groter gaan maken, je kan die veel groter gaan maken natuurlijk, maar als je op die kolomrand dubbel klikt, dan wordt de cel exact groot genoeg voor de grootste celinhoud van die kolom.
als volgt. Ik heb daarop gedubbelklikt en nu is mijn cel groot genoeg voor die te aanvaarden. Een kolombreedte en een rijhoogte kan je natuurlijk ook manueel gaan ingeven. Als je rechtermuisklik doet op een kolomkop, dan kan je daar de kolombreedte uit het snelmenu gaan selecteren. Dan kan je hier in een aantal centimeter gaan kiezen hoe breed die moet zijn, ofwel terugkeren naar de standaardwaarde. Je kan hier dus perfect een getal gaan ingeven, op oké duwen en dan wordt die cel zodanig groot. Bijvoorbeeld 6 centimeter, oké, mijn cel is nu 6 centimeter groot. Bij de rijhoogte is het net hetzelfde. Je gaat naar de rijkop deze keer en dan kan je de scheiding tussen de twee rijnummers daarop klikken en dan kan je die groter, al dan niet kleiner gaan maken. En als je daar opnieuw op dubbel klikt, dan wordt die rijhoogte even groot als de grootste waarde van die rij. Je kan hier ook opnieuw die rijhoogte gaan instellen. Rechtermuisklik op die rijnummer en dan ga je daar rijhoogte uitkiezen. En dan kan je daar bijvoorbeeld een waarde in geven, bijvoorbeeld 2 cm. En dan wordt heel die rij 2 cm groot. Die rijhoogte en kolombreedte kan je natuurlijk niet per cel afzonderlijk gaan instellen, maar moet je over de hele kolom gaan instellen.